Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 5 november. Veel bewolking was er vandaag aanwezig en er viel toch ook van tijd tot tijd wat regen. Het viel al met al wat tegen. Vanmiddag is het tijdelijk wat droger, maar een nieuwe wolkenband die komt vanuit het zuidwesten binnenschuiven. Hier op de satellietfoto zien we die dikkere bewolking nog boven Groot-Brittannië en het westen van Frankrijk liggen. Maar die bewolking die komt dus wel onze kant op en vanavond volgt er dan opnieuw regen. Het is wel bijzonder zacht. De temperaturen liggen vanavond zo rond de 13 tot 14 graden. Verder staat er een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Ook vannacht temperaturen rond die 14 graden en ook dan regent het nog af en toe. Later in de nacht wordt het wel vanuit het zuidwesten droog. In het oosten kan het nog wel eventjes nadruppelen. In de vroege ochtend is daar dus ook nog kans op wat neerslag. Vannacht staat er overigens wel wat meer wind. De wind kan af en toe krachtig zijn langs de westkust. Morgen overdag dan veel bewolking. In de ochtend is het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de middag neemt vanuit het zuidwesten opnieuw de bewolking toe. De bewolking wordt dikker en gaat er weer regen vallen. Het is wel zacht met temperaturen tussen de 15 en de 18 graden. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag is het bewolkt en regenachtig. Temperaturen blijven hoog, de minima komen uit zo rond de 15 graden. En dat betekent dat het wel eens record zacht kan gaan worden, want nog nooit waren die temperaturen zo hoog in de nacht in november. En zaterdag overdag wordt het ook weer bijzonder warm, hoewel het weerbeeld helemaal niet zo mooi is. Er is veel bewolking en er valt af en toe wat regen. In de middag wordt het wel wat droger. De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig en de temperatuur die kan in het zuiden oplopen naar zo'n 18 tot 19 graden. In het noorden wordt het een graad of 15. Zondag ziet het er allemaal wat vriendelijker uit met temperaturen rond de 15 tot 18 graden. Er is dan zon en het blijft overal droog. Op maandag en dinsdag moeten we weer rekening gaan houden met regen en ook komt er dan flink wat wind te staan. In het Waddengebied mogelijk zelfs een harde wind en dat is windkracht 7. En de dagen erna blijft het afhankelijk zacht, maar geleidelijk aan zien we toch in de lange termijn dat de temperaturen wat gaan dalen naar meer normale waarden voor deze tijd van het jaar. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.